Er was een sheik, o zo rijk, daar in Doe. Zijn paleis, een paradijs, daar in Doe. Twee superschattige vogeltjes leren elkaar kennen. De arme karamel die zijn leven lang zit vastgeklonken in een saaie, muffe, vierkante houten koekoeksklok. En Bijouke, de vrije, blije fladderaar die ieder jaar vrolijk zingend en twinkelend de hele wereld rondtrekt. Wanneer karamel eindelijk uit zijn klok ontsnapt, neemt zijn gevleugelde vriendin Bijouke hem gratis en dapper mee tot aan het eind van de wereld. Of toch zeker tot aan de oase van Doos. Maar het allermooiste plekje op aarde, het allermooiste plekje op aarde, dat is de oase van Doos.